Ik en Google Maps, zoals jullie inmiddels weten. Spreken in de carrièreweek op een universiteit in Rotterdam. Hey, welkom bij een nieuwe vlog. Ik sta nu op de Nieuwe Tracht, de Nieuwe van Harris Smart Up Network. Want die belde mij net of ik met haar mee wilde rijden naar een... het is eigenlijk een meeting van Stichting Zakenvrouw van het Jaar, waarvoor we genomineerd waren, waarvoor Denise had gewonnen en ze kon zo naar beneden. Ik weet niet of ik er veel kan vloggen of ik er überhaupt wat ga vloggen, maar dan weet je in ieder geval waar ik naartoe ga. Nou, we zijn er. Denise is er en echt hartstikke fijn dat ik met haar mee mocht rijden, want het is echt in the middle of nowhere. Dat had ik volgens mij nooit van mijn leven gevonden. Ik en Google Maps, zoals jullie inmiddels weten. En we gaan nu dus naar binnen en ik vertel later wel wat we gedaan hebben, want ik weet het eigenlijk ook helemaal nog niet. Dus we gaan zien. Doei doei. Ik kom allebei vloggend lift in. Hallo. Gezellig dit. Nou, dat was heel gezellig. En ik ben nu weer op Oostplein. Denise heeft net afgezet en ik ga nu met de metro naar huis. We hebben vanavond alles afgesproken, evaluatie gehad, hoe we het allemaal ervaren hebben dit jaar en hoe het volgend jaar gaat. En ik vind het echt heel erg leuk om er nog steeds bij betrokken te zijn. Dus ik ga nu zo... Het is vandaag woensdag en ik sta hier op de metro te wachten, want ik ga zo meteen naar de stad. Dus ik ga nu naar de stad als de metro komt, naar de Bibliotheek Rotterdam, want heb je vanavond een live Q&A, Babe You Got This, en daar heb ik een kaartje voor. En ik heb er echt heel erg veel zin in en het regent echt. Verschrikkelijk. En het is koud. En ik dacht, weet je wat, doe gewoon een trui aan met een colbertje. Want ik wilde mijn pin game vandaag doen. Kijk, hier pins. Oh, je ziet het niet goed, maar hier staat oh la la. Hoeveel vrouwen zijn er? Hoeveel mannen zijn er? Wie is er een man vanavond? Vanavond. Wie heeft het boek gelezen? Wauw, wat te gek. De eerste vrouw die ik op het podium had roepen, die interviewde ontwerpers als Tommy Hilfiger, Isabel Marant en Paul Smit. Ze werkte bijna bij alle mooie modebladen en woonde en werkte een tijdje in New York. En 2 jaar geleden richtte ze de Gold Diggers Club op, waarmee ze inspirerende tips, tricks en verhalen van ook succesvolle vrouwen deelt. Dus geef een groot applaus voor Yves Tomaszewski. Bereid hebben gevonden om ook te komen, is nu 27 jaar oud en opende onlangs haar eigen kantoor in Londen voor haar eigen miljoenenbedrijf. Met MDV Distributions importeert ze haar en beautymerken vanuit de hele wereld en verkoopt ze dat aan grote Europese winkelketens, zoals de Ethos, Douglas en Sephora. En daarnaast heeft ze een adviestak en werkt ze als consultant voor merken als de Beauty Planner. Groot applaus voor Evelien de Vries. Als laatste roep ik graag naar voren de vrouw die in korte tijd opklom tot manager operations support bij Booking.com. Ze geeft nu leiding aan een team van 60, meer dan 60 werknemers, sorry, en combineert dat met een druk sociaal leven in Amsterdam. Susanne Berings. En ik met jullie het podium hebben mogen delen. En vond het ook. Ja. Ik wil niet voor iedereen schrijven, maar het heeft mij ook super weer terug van mijn meeting. Ik was dus bij Bagels & Beans voor een hele leuke werkafspraak. Ik ben namelijk pas geleden gevraagd om te gaan spreken in de carrièreweek op een universiteit in Rotterdam eind het jaar. En hadden we nu dus een bespreking over van welke dingen ga ik dan vertellen, wat is de doelgroep, hoeveel tijd heb ik en wat willen ze allemaal horen. En ik vind het echt heel erg tof. Ik vind het heel eer dat ik ervoor gevraagd ben. En ik vind het extra leuk dat een universiteit is in Rotterdam, waar ik zelf vandaan kom, waar ik zelf woon.
Dus vond ik echt mega tof. Ik heb daarna gelijk nog eventjes een lekkere bagel genomen. Die was echt heerlijk. En vandaag voor de eerste keer mijn nieuwe trui aan. Van Monki. En hij zit zo lekker. Hij is zo lekker warm. En gewoon lekker groot. Oversized truiën. Dit, ik vind het echt heerlijk. En trouwens nog iets echt heel erg tofs. Gisteren heb ik de flaptekst van mijn nieuwe boek gezien. Dat volgend jaar beklaard is verschijnt. Ik kreeg een mailtje van de redacteur. Dat ze bezig zijn met de aanbiedingsfolder. En of ik de tekst goed vond. En ik was meteen helemaal gek op de tekst. Ik had hem zelf niet beter kunnen maken. Hij is echt heel erg goed. En ja, ik weet nu ook dat het 304 pagina's gaat worden, het boek. Dus dat is iets meer dan ik had verwacht. Want volgens mij zijn het 60.000 woorden. Ik dacht dat het iets rond de 250, 260 pagina's zou zijn. Maar dus 300, 304. Het is ook heel erg leuk. En nu heel binnenkort ga ik dus ook de cover zien. Want ja, de aanbiedingsbrochure komt eraan. Wat betekent dat jullie... Wat betekent dat jullie ook heel binnenkort de cover gaan zien. De titel. De titel blijft trouwens zoals die was. En dus ja, dan kan ik eigenlijk eens vertellen waar het over gaat. En dat ga ik in een shop aanbieding doen. En ik zou... dat moet ik nog even vragen. Maar ik zou het heel erg leuk vinden om een cover review in zo'n video te gaan doen. Dat komt er dus heel binnenkort aan. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Heel erg excited. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. En dan nog maar een paar maandjes. En dan is die uit. En dan kunnen jullie het lezen. En jee, kan iedereen een mening hebben. Dus ja, dat is weer heel erg spannend. En mijn andere boek, eerste deel van de trilogie, ligt nu dus... bij de proeflezers. En ik ben dus aan deel 2 begonnen. En ik zat gisteren echt helemaal in de flow. Ik heb alleen nog maar de proloog geschreven. Maar de geraamte is nu helemaal compleet. Ik heb gisteren nog wat spannende scènes bedacht. Ik in de geraamte nog moet verwerken. En dan ga ik maandag echt beginnen met hoofdstuk 1. Dus daar heb ik heel veel zin in. En in de tussentijd wacht ik af op de proeflezers. En ja, komen gewoon hele toffe dingen aan. Lijkt trouwens wel net of ik net geen nek heb. Maar er zit een klein kolletje aan. En ik ga deze vlog dus gelijk afsluiten. Want dit weekend ga ik alleen maar werken. En dat is heel erg saai. Voor jullie dan in ieder geval. En dat was hem dus. En vond je de vlog leuk? Je weet het. Duimpje, abonneer, alles. Dus. En ik zie jullie volgende keer weer. Doei doei!